Een hele goede morgen. Vandaag is maandag 8 mei. En dat betekent dat het officieel de eerste dag is van de reisweek van Miss Beauty of the Netherlands. Dus ik ga zo richting naar de Ardennen, de Belgische Ardennen. Ik moet alleen nog even een paar spulletjes bij me pakken. Want we mochten één koffer mee en één handtas. En we moesten heel veel spullen mee. Dus ik moet nog even proppen. Maar ja, ik heb er echt heel erg veel zin in. Ik ga jullie lekker meenemen deze week. En ja, ik heb er echt zin in. Ik ben helemaal excited. Maar goed, ik heb mijn Miss Earth shirtje al aan met een blauwe spijkerbroek. En dan ga ik straks even witte sneakers onder aan doen. Maar nu eerst maar even zorgen dat alles in mijn koffer past. Het is gelukt met mijn koffers. Het heeft echt heel erg veel moeite gekost. Ik moest gewoon op zitten om het dicht te krijgen. En ik moet nog 3 mensen ophalen. En mijn kofferbak zit al vol in mijn kleine upje. Dus ik hoop dat het past. En anders moeten ze maar de tas op hun schoot doen. Ik weet het ook even niet. Maar goed, ik ga nu onderweg naar Sammy. En daarna gaan we Jenny halen en daarna Anodi. Dus ja, ik ben nog ongeveer 4 uur onderweg. En dan zie ik jullie daar. Ik heb er wel heel erg veel zin in, maar het is echt warm. Wauw. Maar goed, ik heb er echt heel veel zin in. We zijn aangekomen. Het was een hele, hele hobbelige, dramatische rit. Echt, we dachten even dat we dood gingen. Maar we zijn er. Kijk even. Ik ben al lang daar dat we leven. Oh, nu al onze troep meepakken en dan lekker naar binnen. Nou, ik sta voor mijn kamer. We zijn aangekomen. Het is zo mooi hier. Het is echt groot ook. Maar ze hebben ons uit de kamer gesloten, dus we moeten wel wachten. En ze gaat zo nog even een roomtour doen en kijken, laten zien hoe het van binnen eruit ziet. Dus ik zou zeggen, stay tuned en blijf kijken! Naar beneden geroepen. We gaan hier lekker met z'n allen ontbijten. Het ziet er echt heerlijk uit. Ja, oh, dankjewel schat. Ik ga het even laten zien. Kijk even. Wat een leuke kamer. Allemaal troep hier. En we hebben ook echt het mooiste uitzicht. En de badkamer natuurlijk. Kijk. Josje en Caitlin. Nou. Goedemorgen. Goedemorgen. Eindelijk. Leg jullie even uit wat er gisteren gebeurd is. Oké. Okay. Nou, wij waren veel te enthousiast, dus wij kwamen onze kamer binnen met onze pasjes. Ja. Wij gingen naar een andere kamer kijken. Wij laten onze pasjes hier in de kamer en sluiten onszelf op. Ja, het was ook dus. Maar het was echt de kamer hier tegenover. En ja. Wij dachten, die deur staat wel open, maar was niet. Die viel gewoon dicht. Dus ja. Ja, dus de hele dag zonder alles. Och. Ja, hele nacht ook zonder alles. Helemaal zonder kleren, niks. Ja, wat dan? Make-up laden. Ja, oh my god. Dus uiteindelijk hebben we ook echt lopen stoeien, matrassen te sjouwen naar andere kamers. En we hebben allemaal op een andere kamer op de grond op een matras geslapen. Ja.
Maar goed, we hebben nu eindelijk de sleutels van de kamer. Na heel erg veel drama. Ja, echt. En we hebben echt een prachtige kamer. Kijk, Nian. Hoi. En Sophia. Hallo. Oh, ik ben te nou, we hebben gisteren ook, we spelen de Verraders, dus dat spelen we 5 dagen lang. En dan in de ochtend word je 1 voor 1 opgeroepen omdat er mensen vermoord worden. Ik ben gelukkig nog niet vermoord. Maar we hebben net lekker even ontbeten. En nu gaan we met, of van Anodi, krijgen gewoon yoga les. Dus ik ben heel benieuwd. Ik had gelukkig wel al mijn spullen trouwens, want ik was er nog niet. Dus ik had gewoon al mijn spullen, ik was zo blij. Ja. Dat was echt een gelukje voor mij. Ja. Nu moeten we echt snel wat make-up en alles doen. Ja. En wat nog het ergste is, want ze hebben ook zeg maar, een soort spookverhaal verteld over dit kasteel. Want ze zitten in een kasteel. En er was ook, dit is echt geen goed licht. En gisteravond, ik sliep bij Gelderland op de kamer. En ze hadden gedoucht en toen gingen we slapen. En het was allemaal zeg maar een tijdje geleden dat ze gedoucht hadden. En op een gegeven moment ging die douche gewoon aan. Hij begon gewoon met stroom. En wij dachten echt nee. Na al die geestverhalen is dat echt eng. Dus Sammy had die deur opengezet van die douche. Dacht van ja, als hij dicht had, dan weten we het. En hij viel dicht. Dus wij waren helemaal bang. Dus we gingen op de gang kijken of andere mensen ook zoiets hadden. En vervolgens heeft Limburg ook zichzelf uitgesloten van de kamer in de nacht. Dus die moesten ook snel ergens anders. En toen vanochtend heeft Groningen zichzelf ook buitengesloten. Maar we hebben gelukkig reserve sleutels, dus ze zitten allemaal weer lekker op de kamer. Leuk! De items die ik straks ga geven en de andere items tussen mij en Reggie, et cetera, helemaal los van elkaar. Die heeft helemaal niks met elkaar te maken. Dus deze komende 40 minuten is alleen voor jou bedoeld. Onthoud dat. Nee? Nou, we hebben dus nu Cupbook training, super veel zin in, Paradie. En we hebben ons Hair Dreams pakje aan. Oké. Oh, precies om 40 dan. Welkom bij de vlog van Tracy. We hebben net een hele leuke catwalk workshop gehad van Reggie. En nu gaan we, wat gaan we doen? Dansen met Anodi. Ik heb er helemaal zin in. Wij twee wij gaan even ons haar wassen, want wij krijgen zo meteen hair treats. Ik ben zo benieuwd. Ik heb het al gezien, volgens mij komt het ongeveer tot hier of zo. Lange wenkbrauw. Ja, denk je? Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ook. Oh my god, let's go! Lekker wassen. Ga jij eerst of ik? Kop op de kraan. Oh, mijn camera is al fiek. Oh, nu maak ik hem alleen nog maar smerig. Wat gebeurt hier? Nee, de camera is echt smerig. Nou, mijn haar is droog geteint. Kijk hoe gentle eruit ziet. Echt een leeuw. Super leuk. Ik heb maar dit gele jurkje aangedaan en mijn hakken voor de foto's. Maar ik vind het eigenlijk wel een look. Dit is gewoon mijn normale haar, maar dan minder krul. Ja, het staat nog steeds leuk inderdaad. Nou, minder krul. Het lijkt meer krul eigenlijk. Ja? Dat vind ik wel. Dus, stay tuned. Ik ben nog midden in de extensions. Ik kan zien dat het echt gigantisch veel is. Maar ook een stuk langer. Tot nu toe echt prachtig. Kijk dan. Ik kan niet wachten tot ik het gewassen heb. En dat het gewoon echt weer krullend is. Want ik vind het natuurlijk nog blij. Ik ben heel benieuwd. Maar goed, ik heb me even omgekleed in deze pak. Kan je niet echt zien. Maar oh, kijk dit. Wow. Zo mooi. Maar goed, we gaan nu... Wat gaan we doen? Oh ja. We moeten de dans nog leren, want we hadden een dansworkshop vandaag. En die dans moeten we ook optreden. Dus dat gaan we nu even leren. En ik moet deze kant van mijn extensies nog. Spannend, kijk even. En ik vind dit ding ook echt leuk. Zie je ik haar uit de achtergrond? Zoveel haar. Ik ben heel benieuwd hoe straks is als het gewoon je eigen krul is. Ja, ik ga het nu even spoelen. En wat spul in doen, maar echt. Ik wil door mijn zonde, kijk hoeveel. Ja, hè? Hey. Ik heb mijn haar net even lekker gewassen. Het is echt kapot. Heel mooi. Ja, toch? Ja, het is heel natuurlijk. Ik ben heel benieuwd hoe ze uitziet als het nu echt droog is.
Maar we hebben nu een pyjama party met z'n allen. Ik heb niet echt een pyjama, ik heb een hele foute trui met een kort rokje aan. Maar sommige mensen hebben echt een hele leuke pyjama. We hebben ook teams. Ik heb geen idee wat we ermee gaan doen, want ik zal nog in de haren doen. Maar ik ben benieuwd. Nou, we zijn weer op de kamers. Het is ook gelijk doodstil, hè? Ja. Je zegt gelijk heel stil. Ik zie de hele tijd in die spiegel. Nou, ik zal even uitleggen waar we zo panisch zijn. We hebben dus, want ze hebben enge verhalen verteld toen we hier binnenkwamen. Een waar gebeurd verhaal dus. Of nou ja, gedeeltelijk waar gebeurd, toch? Ik ga het opzoeken. En, want we spelen de verraders en het is gewoon een beetje spooky, zeg maar. Maar nu vandaag, nadat we de, hoe heet dat? De ronde, de kring, de tafel. De ronde tafel. De ronde tafel hadden gedaan. Ik weet niet of jullie de verraders kennen, ik ken het niet. Maar dat spelen we dus. Dus we zaten aan de ronde tafel. En de hele tijd waren ze, hoor je dat? Kijk, zie je? Ik word echt koud gek. Fuck, was dat? Dan moet je even wegpiepen. Dan ben je echt weg. Nee, maar serieus. Was dat dit? Nee, toch? Ik weet echt niet nou, wat dat was. Nou, we gaan dood, denk ik. Maar goed, ik heb in ieder geval mijn extensions. Ik heb echt een volle bos met haar. Ik begin over heel iets anders te praten. Maar ze hadden dus allemaal geluiden gemaakt en gingen bonken en zo. Dus wij allemaal gekrijzen natuurlijk. En toen gingen we allemaal dus naar boven. En vervolgens zegt ze, ja, we gaan de spooktocht doen. Ik denk, hè? We gaan de spooktocht doen? Hebben we niet gedaan. Maar de fotograaf Kevin, die heeft ook echt zo'n piepertje waar je geesten hun... Wat is dat? Jij bent met een fucking schoen. Jij bent gewoon ontzettend... Oh, ik slaap niet meer vannacht. Ik dacht dat die voet gewoon daar lag of zo. Ik slaap gewoon niet. Dat is gewoon dat. Maar dan slaap ik mijn rug daar naartoe. Dat vind ik ook erg. Ik ben eigenlijk echt bang dat daar straks iemand doorheen gaat kijken. En dan slaap ik daar. Maar goed, dus ze zijn de hele tijd met ons aan het spelen en ons bang aan het maken. Sommige mensen zijn echt heel erg bang, dus dat vind ik wel heel zielig. Maar voornamelijk is het nog grappig. Dus ik ben benieuwd. Ik vind het wel lastig vloggen zo, zeg maar. Niet dat jullie praten, maar gewoon, het is zo chaotisch. Want dan ben je leuke dingen aan het doen en denk je, oh ja. Ja, je kan ook bijna niet filmen. Nee, dingen, want je wil altijd bezig zijn, opletten. Ja, aanwezig zijn en dan niet steeds op je telefoon en zo. Mm. Dus ik hoop dat de vlog nog leuk is. Ik ga zoveel mogelijk proberen te filmen. Kijk, maar even, kijk. Ik heb echt 30 kilo haar. Het is ook echt zwaar. Het doet nog wel een beetje pijn aan de bovenkant. Maar ik denk dat het is omdat het er net ingezet is. Dat het zo strak is. Had jij dat ook aan het begin? Nee, hè? Nee, maar ik heb ook niet zoveel. Nee, maar je hebt ook andere. Ja. Nou, we zullen zien. Maar goed, morgen hebben we weer yoga training in de ochtend. Dus we moeten om half acht klaarstaan. En dan worden we opgeroepen. Want er worden vannacht weer mensen vermoord. In verband met de verraders dus. Ik wil net zeggen, zeg dat maar erbij ook. Voordat ja, voordat... of dat hier iets hoort. Gaan we dus niet doen. Nee, liever niet. Zullen we zo meteen nog even een afscheidsritueel doen? Nee, zeg maar om te zeggen dat ze hier niet welkom zijn. Ja, ik vind het goed. Ik weet niet hoe dat werkt hoor, maar ik zeg gewoon doei. Ja, gewoon, wat Shelly ook deed. Ja, ik vind dat echt eng hoor. Maar goed. Morgen yoga, 7:30 eruit. Ik neem jullie hopelijk mee. We hebben morgen een pink party. Leuk. En dan zit dus ook een verlaten ziekenhuis in de Ardennen. Nee. Hou op. Een van de Belgische urbex hotspots. Hou op. Ik ga slapen. Of ik moet het nog wel. Ik krijg gewoon een stokje. Ja. Tot morgen. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Mine Leuten. Nee, goedemorgen. We hebben net al even lekker ontbeten. En zo gaan we yoga doen met Aneri. We gaan niet buiten toch, want het regent echt kapot hard. Ja, nee. We gaan als het goed is binnen in ons teamshirtje. En dan hebben we een hele leuke programma voor de boeg. Nee, ik ga zo veel mogelijk proberen te filmen, want ik ben daar nog niet zo goed in, zoals het gemerkt is. En slaap is op zich redelijk gelukt, maar deed wel een beetje pijn. Maar kijk, ik ben echt blij mee. Het is echt super mooi en doet minder pijn dan gisteren, dus dat scheelt. Ik denk dat mijn hoofd gewoon even moet wennen. Josje, zeg jij ook even wat? Hi! Ik heb heel veel zin in yoga, zo. Je liegt, want echt. Want het is heerlijk om te rusten. Ja,
Waarom klink je zo sarcastisch? Echt, hè? Ik wou net zeggen, daar meen ze volgens mij helemaal niks van. Maar op zich, het is wel goed voor de spieren strekken. Ja, nee, maar ik meen het echt hoor. Je pakt heel veel rust mee. Klopt, ik had gisteren echt dat laatste momentje dat je met je ogen dicht zat, ik bijna in slaap viel. Dat is zo lekker. Ja. Ja. En dan die ogen ook bam, licht hier. Ja, het was echt licht. En dan is het lekker zo blauw. Klopt, maar het was heel grauw. Maar wij gaan lekker yoga doen. We waren hier bezig met de speechtraining en vervolgens begon het gewoon te lekken uit de lucht. Dus er was een kleine lekkage, maar het was gelukkig snel weer opgelost. En hier kregen wij ademhalingstraining van Shelly. Wij hebben een hele leuke pinkparty. Kijk, ik heb een pink aan. Ik heb niet echt de tijd gehad om roze oogschaduw te doen, maar jij hebt het ook niet, hè? Wij hebben een chillen allemaal in party. Wij gaan echt dansen. Feesten en dansen, allebei. Gisteren hebben we een heerlijke pinkparty gehad. Ik denk dat ik echt om 2 uur lag te slapen pas. Maar ik heb dus echt heel erg last van mijn ogen. Mijn oogleden zijn ook helemaal opgezwollen. Dus ik ben blij dat we vandaag geen make-up op hoefden. Maar het is niet prettig. Dus ik heb even een allergiepil genomen. En ik dacht misschien is het een hooikoort. Of dat zeg maar hier heel veel stof is of iets. Daar heb ik ook allergisch voor. Geen idee. Ik hoop het niet. Ik hoop dat het nu een beetje afzakt. Oh, er wordt geklopt. Oké, er werd op onze deur geklopt dat hij naar beneden moest. Dus ik kon het even niet afmaken. Maar we hebben vandaag de Game Changers. Dus we krijgen spannende dingen te doen. Volgens mij moeten we in een ijsbad gaan zitten. Fucking koud. Leuk. We gaan nu wachten tot alle meiden beneden zijn. Zodat we kunnen zien wie er vermoord is in de verraders. Jongens, zit hier nu met mij. En dan gaan we lekker ontbijten. Wat gaan we doen? We gaan hier naar een ijsbad. Oh, ik vind het zo spannend. Ja? Hoe zeg je dat? Snippen. Aftikken. Tikken, aftikken. Maar echt niet zo, niet doe je het. Echt zo, dat de bal zo
wegvliegt. Duidelijk? Nou, niet zo doen. Dat is het niet. Maar dat de bal zo wegvliegt. Oké? Okay? Nu heb je te zien. Okay. Maar, we zijn nog niet door. Ja. Je hebt hoe zeg je dat, dingen te doen, op te letten. Ja. Hebben jullie alle, zijn jullie alle rechts handig? Rechts? Oké, dan niet echt. Jullie moeten gaan in een normale tempo. En niet sneller en niet langzamer weggen. Dat betekent, je gaat een normale tempo, zo wie je normale wijze ook loopt. Oké? Okay? Maar je gaat niet zo doen. En langzamer weg. Je gaat in eenzelfde tempo. Oké? Okay? Duidelijk? Het tweede. Het tweede. Waar je moet opletten. Is dat de arm echt de hele tijd strekt blijft. Zo, ook zo lopen. En dan niet zo of zo doen. En dan zo doen. En dan echt ook weg. Echt snippen. Niet complex. Zijn jullie klaar voor? Nou meiden, het is de laatste avond. Ja. We zitten nu allemaal gezellig zonder make-up in onze pyjama op de bank en we gaan... Perfect. Chillen? Ja, chillen sowieso. Maar, oh, gaan we een spelletje spelen? We gaan dus ook een spelletje spelen, vet leuk met z'n allen. En we gaan de internetgeks kijken. Ik kende het niet, maar het blijkt heel leuk te zijn. Dus ik ben benieuwd. Dat is waar. Doei. Oh, hi. We zijn nu de laatste dingen in de koffertjes aan het doen, want dan gaan we onderweg naar huis. We gaan weer doei zeggen tegen dit mooie kasteel. Dus ik pak nog even de laatste spulletjes en dan rijd ik weer naar huis. Ik kan mijn vriend weer knuffelen. Goedemorgen. Het is inmiddels zaterdag. Ik heb gisteren mijn vlog niet afgesloten. Ben ik helemaal vergeten. Maar ik ben gisteren thuis gekomen rond een uur of drie. En toen heb ik eigenlijk een klein paar spulletjes opgeruimd. Omdat ik het echt niet aan kan als alles zeg maar, nog in de koffer zit. Dus ik heb een paar spulletjes opgeruimd. En toen heb ik eigenlijk een dutje gedaan. En toen ineens was het avond. En toen heb ik avond gegeten. En toen heb ik mijn haar gewassen en toen heb ik geslapen. Dus het is de volgende dag. Maar ik heb wat spulletjes gekregen tijdens de reisweek. En dat wou ik nog even laten zien. En ik heb mijn haar gisteren gedaan. Jullie hebben het al gezien. Maar ik heb het dit keer anders gedaan. Ik heb met een Demon Brush het geborsteld en het echt gesteld. En de vorige keer had ik het eigenlijk alleen even gespoeld en een klein beetje product erin. Dus nu zie je ook echt... Je ziet gewoon echt niet dat het extensions zijn. Het is gewoon echt perfecte match.
Dus ik ben er heel blij mee. Het is wel nog even wennen natuurlijk. En de eerste 2 dagen deed het een beetje pijn. Maar daar ben ik helemaal aan gewend. Het is nog even kijken hoe slaap je ermee. Het is natuurlijk 10 keer zoveel werk. Want het is echt dit. Zeg maar hoeveel ik nu aan 1 kant heb. Dat was mijn hele hoofd. En nu heb ik dat aan 2 kanten. Dus dat is het wel. Maar het is echt een stuk langer. Het is echt super mooi. En ik denk dat ik het ook een keer ga stylen. Want ze zeggen dat het kan. Dus ik ben heel benieuwd hoe het er dan uitziet. Want het is natuurlijk vet lang. Het is opgekruld. Dus als ik zo doe dan... Oh, dat ging even niet soepel. Maar kijk. Komt gewoon onder mijn titel. Maar goed. Ik ga even laten zien wat ik gekregen heb. En een beetje vertellen wat ik gedaan heb. Want ik heb zoveel mogelijk geprobeerd te filmen. Maar ja, je kan ook niet continu op je telefoon zitten natuurlijk. En op mijn Insta staat ook heel veel. Dus hou die in de gaten. Die heb ik in de beschrijving neergezet. Maar ja, ik heb dus zoveel mogelijk geprobeerd te filmen. Maar dat lukt niet altijd even goed. Je wil opletten. Je hebt veel plezier met al die meiden. Dus ik heb mijn best gedaan. Maar ik dacht, ik moet toch nog even de dingetjes die ik gekregen heb laten zien. Nou, we hebben dus vanuit Miss Beauty hebben we een sponsor. We hebben meerdere sponsors. Maar eentje daarvan is Mr. Sushi. En we hebben een tasje gekregen. Ik wou zeggen een makje, maar dat klopt niet. We hebben een tasje gekregen met Mr. Sushi erop. Vet cute, vet handig. Dat is een Miss Beauty tasje. Ik hou hiervan. Maar dat vind ik dus heel lief van hun. Even kijken. En daar hoort ook... deze hoodie bij. Staat ook op Mr. Sushi. En op de achterkant ook. Haar ook dus van. Ik hou echt ontzettend van hoodies. Dus ik ben heel blij dat we deze gekregen hebben. Next. Ik heb deze nog niet uitgepakt. Maar volgens mij is het een handdoek. Mr. Sushi. Dat is ook super leuk. Gewoon een schattig handdoekje. Cute. Dit is echt zo'n... Echt leuk. Ik vind het zo lief dat ze dit allemaal aan ons geven. En dan is er nog één. Maar die heb ik aan mijn voeten zitten. Mr. Sushi sokjes. Ik heb er 2 natuurlijk. Maar die zitten echt heerlijk. Dus, daar ben ik ook heel blij mee. Ik ga straks even die hoodie aandoen en die sokken. En dan leg ik die handdoek in het tasje er gewoon naast. En dan maak ik even een leuke foto. Maar daar ben ik dus super blij mee. Ik vind het zo lief dat ze dat geven. Ik had het ook echt niet verwacht. Ik zat daar gewoon. En er bleven meer komen. Ze gingen 1 voor 1, zeg maar. Ik pakte 1, dan gaven ze het aan iedereen. Zag ik, oh, nog 1. Oh, nog 1. Oh, nog 1. Had ik niet verwacht. Maar heel erg bedankt daarvoor, Miss Sushi. En dan hadden we ook van Hair Dreams en Jumpsuit gegeven. Die kamer staat echt schrik vervelend. Dus maar hij blijft zeg maar niet helemaal staan. Dus je moet er even mee doen. Maar we hebben van Hair Dreams hadden we ook een... Auw. Hadden we ook een jumpsuit gekregen. En die was super mooi. En gewoon zo'n zwarte jumpsuit met op de rechterbeen. Zeg maar bovenbeen van Hair Dreams. Maar die letters waren niet goed. Er was een productiefoutje gemaakt volgens mij. Dus die moesten we allemaal weer teruggeven. En dan worden ze weer opgestuurd. Zodat ze opnieuw kunnen gedrukt worden. En dan krijgen we die weer. Dus dat kan ik nog niet laten zien, maar die komt nog. En dan van After Eden hebben we ook weer wat leuks gekregen. Oh, ik heb hem nog niet opengemaakt. Kan ik het even doen? Want, kijk, hier kan ik dan weer content mee maken. En als het goed is, kan ik met Kevin van de Night Portraits een shoot plannen. Zodat we hier foto's mee kunnen maken. Dus dat is natuurlijk vet gaaf. Maar kijk even... Hoe mooi deze is. Ik ben echt heel blij dat ik deze heb. Want elke meid heeft zeg maar een andere gekregen. Sommige hadden roze. Joshua, mijn teenie, heeft bijvoorbeeld roze. Dat is ook super leuk. Maar ik heb wit. Met van dit oranje lace erboven. Super mooi. Echt heel blij mee. En dan natuurlijk een bijpassend onderbroekje. Is het niet mooi? Ik ben echt blij. Ik ben echt heel blij hiermee. Dus deze samen met deze. Dus daar ben ik even iets natuurlijk voor bedankt. Want ik had het eerste zwarte setje al van hun gekregen. Super mooi. Heb ik ook leuke foto's mee op Insta gezet. En hier ga ik dan ook nog mee shooten. Dus dat is echt super leuk. En daar ben ik ook super dankbaar voor dat we dit hebben gekregen. En dit past ook echt geweldig bij mij. Deze kleur. Ik hou echt van de kleur wit op mij. Dat, ik vind mijn huidskleur daar gewoon heel mooi op uitkomen. Ja, en dat oranje, dat is gewoon lekker zomers. Volgens mij is het van de nieuwe collectie. Dus dat is echt super tof.
En dat is eigenlijk een beetje wat we allemaal gekregen hebben. En dan hadden we ook een dag met de Game Changers. Als jullie het niet kennen, dan zal ik hun Instagram even hieronder neerzetten. Dan kunnen jullie daar ook even naar kijken. Maar dat was dus volgens mij de laatste dag met de Game Changers. Toen zijn we in een ijsbad gegaan. Dus dat was heel intens. En we moesten ook een pijl breken. Met dit gedeelte. Dit zachte gedeelte. En dan tegen een boom. En ik heb die pijl nog hier. Op die pijl moest je dingen schrijven die jou tegenhouden in het leven. Hier bijvoorbeeld, waarom durf je het niet? Ik heb heel vaak dat ik iets wil en dat ik weet hoe het moet. En dat ik het gewoon, dat ik er echt volledig voor wil gaan. Dat het echt een droom van me is. Maar dan durf ik het niet en dan doe ik het niet. En dat is dus echt iets wat mij tegenhoudt in het leven. Om niet gewoon mijn dromen achterna te gaan. Zoals dit. Dan, ik wil echt al sinds dat ik heel jong ben YouTuber zijn. En ik heb ook nog wat oude video's. En op een gegeven moment ging ik video's verwijderen. Omdat ze geen views kregen. En toen dacht ik, ja, ik stop er maar gewoon mee. Ik durf het niet meer. Ik durfde het ook nooit op mijn Insta te posten. Dat ik een YouTube video had gepost. Maar daar heb ik me overheen gezet. En dat durf ik nu wel. En ik ben er echt heel trots op. Zelfs al krijg ik niet duizenden views. Ik vind het gewoon super leuk om te doen. Dus daarom blijf ik het ook doen. Maar ja, dat ging je dan op deze pijl schrijven. En dan zette je... Hij is natuurlijk gebroken. Dit zeg maar hier tegenaan. En dan de andere kant tegen de boom. En dan moest je aftellen, ademhaling onder controle hebben. En dan boem. Tegen die boom aandrukken en dan brak die. Het deed geen pijn. En volgens mij kan het ook niet misgaan. Ze zei dat ze nog nooit iemand hadden waar het misging. Maar het is natuurlijk wel heel spannend. Dus het is een gevoelige plek. Dus dan denk je, ja, ik durf het niet. En dat is dus wat mensen tegenhouden. Die angst. Als je al bang bent voordat je iets doet, dan durf je het niet te doen. Dan is het een stuk enger dan als je het gewoon doet en er niet zoveel over nadenkt. Dus dit vond ik echt een hele mooie. Het ijsbad ook, want dat is ook heel intens. Het is heel goed voor je lichaam en voor je mindset. Maar dit heeft mij echt geraakt. We hebben echt lopen janken met z'n allen. Dus ja, dit was wel echt even intens voor mij. En ik heb hem ook bewaard, omdat ik... Hij is ook echt precies door het woord onzekerheden... Dat heb ik in het algemeen ook gewoon opgeschreven. Heen gebroken. Dus ik moet mijn onzekerheden gewoon loslaten. En ik vind het gewoon een heel mooi sentimentele waarde hebben. Dus die wil ik ook gewoon houden en bewaren. Zodat ik kan terugkijken. Ik kan zeggen van ja, kijk. Alles wat je hier opgeschreven hebt, dat heb je doorbroken. Dat ga je loslaten en je gaat gewoon naar je dromen achterna. Of ze nou realistisch zijn of niet. Wat jouw droom is, dat is realistisch. Zolang je er maar achterna gaat. Zolang je het werk er maar in stopt. Dan is het allemaal te doen. Je moet gewoon in jezelf geloven. Ja. Maar goed, dat is een beetje, want ik heb natuurlijk alles wel een beetje gefilmd en uitgelegd. En op mijn Instagram kun je ook nog meer zien, bijvoorbeeld content over hair dreams en nou, dat soort leuke dingen. Dus hou mijn Instagram ook zeker in de gaten. En dat was het dan. Ik heb echt ontzettend genoten van de reisweek met alle meiden, met nou, iedereen die er was. Het was gewoon heel emotioneel. Je kon echt jezelf zijn, jezelf beter leren kennen. Echt een persoonlijke groei in 5 dagen meemaken. Ik vind dat zo... dat dat gewoon kan. Maar ja, het was super leuk, super gezellig. En je leert die meiden gewoon beter kennen. En ik heb gewoon nu nog meer zin in het verdere traject. En ik denk dat we met z'n allen echt een hele mooie show neer gaan zetten. Dus ja, ik heb overal gewoon super gehad. En ja, dat was het dan voor deze vlog. Ik heb er een soort weekvlog van gemaakt, dan de reisweek. Dus ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Misschien er wat van geleerd hebben. Nou ja, vooral dit laatste stukje dan, dat je gewoon je onzekerheden gewoon... Het is niet zo makkelijk als het lijkt natuurlijk, maar gewoon dat je er wel echt bij stilstaat van... Hey, het moet mij niet stoppen in het leven. Het moet mij niet tegenhouden van mijn dromen. Dus ja, dat is wel heel belangrijk natuurlijk. Dus ik hoop gewoon dat jullie er in ieder geval van genoten hebben en dat jullie er wat van geleerd hebben. En dat jullie de vlog leuk vonden. En dan hoop ik jullie te zien in de volgende.